Maandag bleek uit een VN-rapport dat heel veel soorten dieren en planten op het punt van uitsterven staan. In totaal is de schatting dat 1 miljoen van de 8 miljoen soorten bedreigd worden. Funest voor de biodiversiteit en uiteindelijk een bedreiging voor al het leven op aarde. Kortom, werk aan de winkel. En veel bedreigde diersoorten hebben de afgelopen dagen al aandacht gekregen. Maar een aantal blijft gek genoeg structureel onderbelicht, terwijl daar toch ook heel zeldzame soorten tussen zitten. Zo maak ik me grote zorgen over het verdwijnen van de correcte declarant. Dat is een politiek dier dat voorheen in plaatsen als Den Haag en Brussel veel te vinden was, maar steeds minder wordt waargenomen. De correcte declarant, gekenmerkt door zijn precieze en bescheiden karakter en natuurlijk elk voorjaar de zo typerende kloppende bonnetjes, lijkt langzaam te worden verdrongen door invasieve exoten zoals de schuimbekkende graaier en het gewiekste liegebeest. Zo bleek deze week nog uit onderzoek in het veld in Brussel. En de correcte declarant is nog maar het topje van de ijsberg. Zo wordt bijvoorbeeld ook de handgevende geelhes een steeds zeldzamere verschijning. Uit de recente steekproef blijkt dat van de geelhesjes die er zijn, nog maar 3 op de 5 een handgevende geelhes is, omdat die steeds meer verdrongen wordt door soorten als de wegwuivende geelhes en de netbellende geelhes. Gelukkig maakt de politiek zich ontzettend druk over het voortbestaan van de handgevende geelhes, want steeds als er ergens eentje opduikt, doet Mark Rutte zijn best om daar zoveel mogelijk aandacht aan te besteden en te bekijken wat het beestje nodig heeft. Daarnaast wordt er veel onderzoek gedaan naar deze soort, want voor elke geelhes die er rondloopt, zijn er momenteel 2 journalisten beschikbaar om te onderzoeken waar ze vandaan komen en hoe snel ze zich voortplanten. Dat geldt dan helaas weer niet voor de vlakhand Ajaxiet. Een soort die de neiging heeft journalisten die op hem afkomen met de vlakke hand in het gezicht te slaan. Dat maakt onderzoek een stuk lastiger, terwijl er toch tekenen zijn dat deze soort, wegens zijn beperkte intelligentie, ook wel eens op het randje van uitsterven kon balanceren. Naar eigen zeggen wilde het beestje niet herkenbaar in beeld komen, omdat hij zich stiekem ziek heeft gemeld bij zijn baas om naar Ajax te gaan. Een eigenschap die hij trouwens deelt met de ook tamelijk zeldzame blond gekuifde Telstar-spijbelaar. Al kun je je afvragen of de baas van de vlakhand Ajaxiet echt geen vermoedens heeft wanneer iemand met een Ajax-tattoo in zijn nek en een heleboel Ajax-vrienden op de dag dat Ajax moet voetballen opbelt vanaf het Ajax-stadion om te zeggen dat hij ziek is. Grappig genoeg zit er wel veel variatie in de familie van Ajaxieten, want naast de schuwe vlakhand Ajaxiet is er bijvoorbeeld ook de juist heel luidruchtige buskruid Ajaxiet, ook wel de gillende keukenmeid genoemd. Een nachtdiertje dat de neiging heeft op de parkeerplaats van een hotel een grote lading vuurwerk af te steken. Dat deze soort zichzelf nog niet heeft opgeblazen mag een wonder heten, gezien ook hier weer de zeer beperkte hersencapaciteit. De buskruid Ajaxiet is er namelijk heilig van overtuigd dat hij zijn club helpt door de tegenstander uit zijn slaap te houden, maar het lijkt tot nu toe vooral die tegenstander juist enorm te motiveren. De laatste thuiswedstrijd die Ajax in de Champions League wist te winnen was namelijk eind oktober tegen Benfica. Alle andere wedstrijden eindigden dankzij de fanatieke buskruid Ajaxiet in een gelijkspel of een nederlaag. Gelukkig doet Ajax het prima in uitwedstrijden, zodat deze verre achterneef van de brulaap niet al te veel sportieve schade heeft kunnen aanrichten dit seizoen. Het mogen duidelijk zijn, de lijst is lang. Ik zou hier nog uren door kunnen gaan met verdwijnende soorten als de genuanceerde twitteraar, de blijmoedige Brexit-stemmer en natuurlijk de Vughtse 4 mei-schreeuwer, waarvan er nog maar 1 exemplaar is dat bovendien in gevangenschap leeft. Maar de strekking is wel duidelijk. Het is 5 voor 12. De biodiversiteit op aarde is in rap tempo aan het afnemen. En het gekke is dat volgens mij de oplossing hartstikke simpel is. Willen we zowel de zeeschildpad als de correcte declarant redden, zowel het regenwoud als de polder, dan hoeven we maar 1 soort stevig in te dammen. Als we de homo economicus en als een hebberige ondersoorten kunnen terugdringen, denk ik dat we zomaar wel eens een hele grote slag zouden kunnen slaan. Bijna al onze problemen hebben linksom of rechtsom met deze soort te maken. Nu alleen nog een efficiënte manier verzinnen om er vanaf te komen, want we kunnen wachten tot de geelhesjes hem hebben uitgeroeid, maar dat gaat denk ik nog wel eventjes duren.